Interface is de uitvinder van de Heuga-tapijttegel, een oer-Hollandse innovatie. Het bijzondere is dat Interface al 20 jaar bezig is, sinds 1994, met het circulair maken van haar processen en producten. En we willen zelfs een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. De belangrijkste lessen die Interface heeft geleerd van de natuur is dat cross-sectorale samenwerking essentieel is. De natuur sluit ook niet alleen maar cirkeltjes binnen één organisme of één boom is ook niet een cirkel op zich. Alles en iedereen werkt samen. En ik denk dat dat binnen de circulaire economie en zeker ook de kunststofketens nog heel veel mogelijkheden biedt. En dit is allemaal heel concreet en super bruikbaar in onze tapijttegels en helpt ons weer dichter bij die ultieme circulaire businessmodellen te komen. Tapijttegels kunnen worden hergebruikt, maar dan is het natuurlijk wel fijn als ze niet aan de vloer vastgelijmd zitten. Nou ja, ook daar hebben we inspiratie uit de natuur gehaald en gekeken naar de voetjes van een gekko, zo'n hagedis met van die weerhaakjes aan zijn voetjes. En die hebben we geprojecteerd op een soort koppelstukje, waardoor we een zwevend tapijt kunnen creëren die optimaal herbruikbaar is, maar ook optimaal recyclebaar. Als je het hebt over inderdaad onze grondstoffen, werken we bijvoorbeeld samen met vissers in afgelegen kustgebieden die visnetten aan het inzamelen zijn, naast dat ze gewoon vissen op vis. En die visnetten zijn weer een grondstof voor onze tapijttegels. We zijn in het kader van PVB recycling bij Malta uitgekomen, een onderdeel van Van Gansenwinkel. En samen met Shark Solutions hebben zij een tussenlaag die in autoruiten zit, weer gerecycled, zodat wij het kunnen verwerken als coating voor onze tapijttegels. PVB-folie zit in autoruiten, een voorruit, dus een gelaagde ruit. En dat zit ook steeds meer in dubbelglas. En dat is puur voor de veiligheid. Dat als die ruit breekt, dat het glas aan elkaar vast blijft zitten. Bij ons is het eigenlijk alleen maar om het glas te doen. Dus wij zorgen dat het glas weer teruggebracht wordt in de keten. En dat levert een forse grondstoffenbesparing op. En veel energiebesparing. De samenwerking met Interface is ontstaan via Shark Solutions. Wij leveren onze PVB-folie die we uit de autoruit of uit het dubbel glas halen, leveren wij aan Shark Solutions. En zij zijn gespecialiseerd in PVB-recycling. En zij maken van die PVB-folie weer een zuivere grondstof voor Interface die zij gebruiken in hun tapijttegel. Eigenlijk is de glasketen al jarenlang circulair. Glas kan eindeloos worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies. En het mooie hier is dat het eigenlijk ketenoverstijgend is. Meerdere partijen in de keten, maar ook twee ketens naast elkaar. Zowel de glasketen als de kunststofketen. En hier wordt met dat project samen met Interface ook de kunststofketen op het gebied van PVB-folie gesloten. En dat maakt ook die gelaagde ruit eigenlijk een volledig circulair product. De glasketen is al tientallen jaren circulair. Glas kun je eindeloos hergebruiken zonder enig kwaliteitsverlies. En het mooie hier is ook in het kader van het kunststofketenakkoord dat je hier over ketens heen bouwt. Zowel de glasketen als de kunststofketen. En de kunststofketen sluit je hier ook samen met andere ketenpartners zoals Shark Solutions, Malta Glas Recycling en Interface. Deze samenwerking was zeer zinvol. Samenwerking binnen, buiten de keten, met verschillende partners in die keten. En op deze manier komt de circulaire economie weer een stapje dichterbij.